Beste mensen, een hele goede dag. Het is weer een heel verhaal. En vanuit het hogere bewustzijn. Dus dat ga ik niet met mijn ego-aspect verpesten door het live op te brabbelen. Dit keer wederom een complete samenvatting, instructie, visie, redenering, weet ik veel wat, verklaring voor alles wat ik weer in mijn hoofd heb en wat ik voorbij zie komen en wat het mij vertelt en waar het mij naartoe beweegt, zeg maar. Goed, ik werd geïnspireerd om het een en ander op te schrijven en het is uiteindelijk wel weer een heel verhaal geworden. Zeker wel, nou toch misschien wel 3 kwartier. En ik ga het proberen ook te ondersteunen zo meteen, als het goed is, met mooi beeldmateriaal wat erbij past. Dus bij deze, ga helemaal lekker voor ze zitten, mensen. Waarom alles wel een samenswering moet zijn. Alles is een simulatie van het bewustzijn, welke fundamenteel onder hypnose is. Dat vertaalt zich in een onzichtbare kracht die alle processen volledig spiegelt en tot een omgekeerde werkelijkheid maakt. In onze fysieke externe wereld vertaalt dat zich als het concept Argonte, welke de volledige realiteit zou hebben gekaapt. Vanuit een hogere dimensie, waarin wij dus de bouwstenen zijn van een microscopisch schimmelwezen, welke plaatselijk parasieten met zich meedraagt die deze desillusie veroorzaken. Deze schimmelstructuur bestaat namelijk uit de vele aspecten van het bewustzijn wat het in zijn geheel is. Het is een vibrerende, gloeiende, steeds verder uitbreidende, intelligent communicerende structuur, massa, en als entiteit te omschrijven als een soort zwerm of kracht. Een collectief van dus een hoger dimensionaal wezen. Een ongelooflijk intelligent organisme wat slechts een schimmelachtige structuur is in zijn complete realiteit, zeg maar. Net zoals dat er dus een schimmelstructuur is onder onze voeten in alle biologische materialen. De fysieke dimensies, welke illusies van licht zijn, worden door ons ervaren als de biologische werelden die in zijn geheel voortkomen uit die schimmelstructuur. En wat het meest bijzondere is, en een goede aanwijzing naar deze illusionaire realiteit, deze simulatie, is dat specifiek dus de afvalopruimers, de bacteriële schimmels die zich dus op elke soort van biologisch materiaal aanpassen om het dus af te kunnen breken, wat uiteindelijk dus resulteert in de eindstatus van zo'n schimmel die wij dus in onze fysieke wereld tegenkomen, de paddenstoel. En bij diverse soorten van deze paddenstoelen, wanneer je dus deze eet, wordt men gelanceerd in een zeer diepe psychedelische ervaring, waarbij het bewustzijn zich in een compleet andere realiteit kan banen. Er is letterlijk waar een soort wonderland te bezoeken als het bewustzijn dat jij en ik zijn. Een echte fysieke wereld waarin je dus bewust bent van je locatie en je bezigheden, waarin je dus bewust bent van een ongelooflijk geavanceerde, bijna mythologische omgeving en je ook nog eens veel meer bewust bent dat jij deze wereld met het bewustzijn creëert. Een real-time ervaring met jouw dagelijkse focus als bewustzijn. Echter niet meer gemanifesteerd op de aarde en zijn natuurwetten, maar getorpedeerd naar een andere dimensie of droomrealiteit die nogmaals wel net zo echt of minstens zo echt overkomt als dat je dagelijkse realiteit dat doet. Dat is namelijk mijn eerstehand ervaring waar ik ben geweest, zeg maar. En nadat ik dus een meer dan aanbevolen dosis LSD had genomen, waarin dus het psychoactieve bestanddeel een geconcentreerd extract is vanuit deze paddenstoelen wederom. En er zijn echter ook zoveel verschillende soorten paddenstoelen die uiteindelijk dan als eindproduct overblijven. En dat zijn eigenlijk ook allemaal verschillende soorten gateways naar een heftige psychedelische ervaring en uiteindelijk dus die wondere wereld. Maar er zijn natuurlijk ook vele soorten die natuurlijk gewoonweg levensgevaarlijk zijn en giftig zijn. Ik zou dus zeker niet adviseren om gewoon random maar even het bos te gaan leegeten. Daarnaast kunnen dit dus ook zeer heftige en allesomvattende ervaringen zijn. Dus weet waar je aan begint. Maar goed, hetgeen wat ik dus heb meegemaakt is ook iets wat in de spacewereld, zeg maar, als een soort utopia wordt gezien. Een plaats waar niet heel veel mensen uiteindelijk terecht zijn gekomen, maar waar wel degelijk kennis over bestaat.
welke bijvoorbeeld door Terence McKenna of Paul Stamets enigszins dus getracht wordt te beschrijven. Maar ik heb daar zelf ook bijzonder veel moeite mee om dat in überhaupt een begrijpbaar beeld of onder woorden te kunnen brengen wat ik dan precies heb ervaren in die andere dimensie als het volledig gefocuste bewustzijn. Ik weet wel dat als het bewustzijn dus letterlijk waar in staat is om zo'n ervaring te genereren, al dan niet opgewekt door chemicaliën of psychoactieve natuurlijke bestanddelen. Het feit dus dat het bewustzijn nu eenmaal dus in staat is om mij deze ervaring te geven, waarin ik letterlijk dus los ben gekomen van het lichaam en op ben gegaan in de omgeving. Een proces wat natuurlijk al moeilijk te omschrijven is, maar waarbij ik mij prima wel in een veilige omgeving waan en het gewoon de natuurlijke gang van zaken bleek of leek te zijn, al was het dan nog zo abstract. Het heeft me wel ook daarnaast tot in mijn diepste koor laten beseffen dat het bewustzijn inderdaad tot ongelooflijke magie in staat is. De magie van de creatie van jouw fysieke wereld. Alle objecten die je om je heen ziet zijn eigenlijk pure tovenarij en zijn dus creaties van ons persoonlijke bewustzijn. Vaak zit ik net zoals nu achter mijn computer gewoon alleen in mijn huiskamer, de meest simpele en veilige setting natuurlijk, waarin je ook hier gewoon puur kunt beseffen dat letterlijk dus wel alle fysieke objecten wel jouw persoonlijke creatie zijn. Jij hebt dit dan wel op je aangetrokken of heeft dit door jouw uitstraling dus vorm gekregen. Dit is namelijk alsnog wel, zweverig gezien, maar wel de hoogste waarheid, beste mensen. Eigenlijk zou je elke dag, voordat je überhaupt naar buiten gaat of je telefoon aanzet of wat dan ook, voordat je je weer laat meeslepen in je externe wereld, probeer dan eens gewoon voor eens een seconde stil te staan bij het feit dat dus de volledige externe wereld jouw persoonlijke creatie is. En dat jouw huidige gevoel een reflectie gaat krijgen zo door de dag heen. Dat kan zelfs effect hebben op het weer bijvoorbeeld. Dat kan op de een of andere manier zelfs een reflectie krijgen als een wending in wereldwijde gebeurtenissen. Doordat jij specifiek een bepaalde gedachtegang over een bepaald onderwerp erop nahoudt en voor jou dus nieuwe waarheid, maar voor anderen dan misschien een wat gekke waarheid, toch zul jij deze nieuwe puntjes van bewustzijn of deze nieuwe waarheden zeg maar gaan terugzien in een reflectie die op die manier dus vorm krijgt als een soort van toevalligheid. Jouw huidige staat van zijn als bewustzijn, jouw persoonlijke geloof en overtuigingen, welke waarschijnlijk ook al vrij lang ongewijzigd zijn, wordt dus volop terug aan jou gereflecteerd als een eerstehand ervaring. Jij straalt iets uit en de intelligent reagerende en opererende lichtreflectie die je dus uiteindelijk uitstraalt, geeft dat weer en speelt hierop in. Actie, reactie zeg maar. Karma. En zo ga ik eigenlijk door alle dagen heen, sinds ik eigenlijk mijn paranormale ervaring heb gehad. In plaats van dus dat dingen mij overvallen of mij overkomen, zijn het dus onvoorkombare logische toevalligheden geworden die een volgende stap belichamen. Het leven of het lot is namelijk al bepaald en er is maar één weg. Dan zijn er echter wel vele zijpaden die dan uiteindelijk op hetzelfde moment stoppen en dat zal het moment zijn wanneer diegene dus op de juiste weg zit. En dat ben jij in dit geval als de creator van deze wereld die dus wakker dient te worden. Op de juiste weg belandt en deze dus blijft uitlopen. Net zoals dat je dus eerder een paranormale ervaring hebt gehad, zul je dus gaandeweg meerdere van dit soort upgrades ervaren, welke jou elke keer weer tot een hogere frequentie zullen brengen en dus een breder perspectief zullen geven. Vergelijkbaar dus met het bewustzijn van misschien wel een yogi, zeg maar. Maar die status kun je alleen bereiken wanneer jij zelf persoonlijk niet langer vastzit aan wat voor aardse stof dan ook qua verslaving. Alleen een getraumatiseerd ego-aspect kan überhaupt verslaafd zijn aan iets in zijn persoonlijk gemanifesteerde externe wereld. Zolang jij dus nog iets nodig denkt te hebben om te kunnen functioneren door iets uit jouw externe wereld tot je te nemen, zal de volgende upgrade voorlopig nog uitblijven. Jij hebt namelijk niets in jouw externe wereld nodig om zelf verder te kunnen komen.
Op die manier blijf je jezelf echter als ego-aspect toch wel een keer vastzetten in de realiteit. Ook jouw lichaam is namelijk de illusionaire lichtreflectie van jouw persoonlijke bewustzijn. De allerhoogste waarheid is dat jij niks nodig hebt om te overleven, want je bent onsterfelijk. Dit is de reden waarom er bijvoorbeeld mensen zijn die inderdaad bewijsbaar nooit eten of drinken of nooit naar de wc gaan. Langzaam maar zeker zal de mensheid als geheel steeds minder gaan consumeren zoals voedsel, omdat het namelijk in dit ascensieproces nu eenmaal veel meer bewust gaat worden van het lichtwezen in hem en dus ook de illusionaire lichtwereld buiten hem. Daarmee dus ook het illusionaire gehalte van alle fysieke objecten, maar ook inclusief de benodigdheden zoals voedsel. Hoe meer jij je bewust wordt van je onsterfelijke geest en ook die onsterfelijke geest gaat zijn, hoe minder je vast zal gaan zitten aan je aardse, driedimensionale lichaam met al zijn behoeften en benodigdheden. Het is een proces wat vanuit binnen uitgestart wordt en uiteindelijk dus ervaringen creëert, welke uiteindelijk dus een diep gefundeerde nieuwe overtuiging worden. De overtuiging dat jij dus een onsterfelijk, alles creërend lichtwezen bent. En dit zul je dus ook als eerste hand ervaring teruggereflecteerd gaan krijgen. Dit is ook de reden waarom men eigenlijk in de oude, grotere bouwwerken zoals kathedralen en zo uit de geschiedenis, in de geavanceerde steden of de restanten van steden die nog over zijn, er eigenlijk specifiek geen sanitaire voorzieningen zijn, bijvoorbeeld in kathedralen. Ze stammen namelijk uit een tijd waarin men veel meer in contact stond en bewust was van zijn werkelijke wezen. Men had een hogere staat van zijn. De vele onverklaarbare en geavanceerde structuren uit verschillende periodes in de geschiedenis die wij terug in onze wereld zien, is omdat onze wereld natuurlijk een reflectie is van ons complete innerlijke wezen, van het collectief als bewustzijn. Ik heb het over ons, maar er is in die zin alleen maar jij of ik. Jij en ik zijn namelijk iedereen. En alles is dus die reflectie van ons ego-aspect en ons overheersende hogere bewustzijn. Het gedeelte wat natuurlijk de wereld überhaupt in gang zet en in stand houdt. De eindredactie van deze illusie, als het ware. Degene die dit uiteindelijk allemaal droomt. En dus ook alleen maar kan ervaren door jouw ogen heen. Maar goed, dit is dus alleen maar even om te realiseren wanneer je dus elke dag weer je ogen open doet en dus wakker wordt. Het bewustzijn had zich al afgezonderd van zijn dagelijkse realiteit om deze dus opnieuw vorm te kunnen geven. En zodra dit dus weer mogelijk is geworden, zal het daarom letterlijk ontwaken. En creëert het letterlijk weer de dagelijkse focus en realiteit. Een fysieke wereld die dus eigenlijk niet echt fysiek is of tastbaar te noemen is, al is het dan een heel geavanceerde projectie met zogenaamde natuurwetten waar je nou eenmaal niet omheen kan. Toch zit er wel bijzonder veel kracht in jouw bewustzijn of status of staat van zijn hierin. Nogmaals, jouw overtuigingen worden een eerste hand ervaring in jouw reflectie. Als jij jezelf dus van magische waarheden overtuigt, ga je in een steeds meer magische wereld leven. Daarom hebben we natuurlijk ook gekkenhuizen. En daarom zitten we ook überhaupt vast op de aarde, zeg maar. Jij als ego-aspect, als minuscuul onderdeel van het bewustzijn, moet namelijk weer even bewust worden van zijn werkelijke creërende staat van zijn tijdens zijn bestaan hier op aarde. Dat is namelijk de reden van ons bestaan en ook de eerste vraag die men zichzelf eigenlijk stelt en die eigenlijk ook voor de hele mensheid al generaties lang nog steeds niet echt beantwoord is. Het is misschien wel een van de meest filosofische grote vraagstukken ooit blijkbaar. Wie of wat ben jij precies? Waar ben jij? Als je er nooit over nadenkt, komt het omdat jij dus al overtuigd bent van hetgeen wat jij dan denkt te zijn en waar jij dan denkt te zijn. Jij bent dus een mens op de planeet Aarde, in het universum, in de ruimte. Je moet dagelijks naar je werk en je bent onderhevig aan alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Je bent een bepaalde leeftijd en de dood nadert hoe dan ook. Wat dus uiteindelijk een einde zal maken aan jouw tussen haakjes bestaan. Waar dus de wereld dan vervolgens gewoon verder draait of gaat, want die staat namelijk los van jou. Het is de standaard instelling en status van vrijwel iedereen op deze planeet.
Iedereen is Pietje, Jantje of Klaasje en wordt ook door anderen herkend als Pietje, Jantje of Klaasje. Jouw persoonlijke overtuiging die constant aan jou bevestigd wordt natuurlijk. Het ego-aspect wat wij uniek zijn is nu ook eenmaal een unieke reflectie van het bewustzijn. Uniek betekent ook enige. Universum betekent één versie. Er is maar één weg. Er is maar één bewustzijn. Dat bewustzijn creëert de aarde. Jouw bewustzijn creëert de aarde. Jij dus als de unieke en enige reflectie die er is in jouw ervaring, straalt dus als zijn frequentie uit. Een wereld eind 2022 waarin er aan de top zoveel aan de hand is en er zoveel ontwikkelingen zijn die voor een grote ontwaking zorgen. Duivelse zaken die al vele jaren verborgen zijn gebleven nu allemaal aan het licht komen. De mensheid zit ook al jaren in een soort verhoogde staat van bewustzijnontwikkeling. En het is ook een concept wat in jouw persoonlijke leven altijd een fascinerend concept is geweest en ook vorm heeft gekregen. Jij hebt de eerste upgrade natuurlijk al gehad. Je paranormale ervaring. En nogmaals, er zijn er meerdere die op je liggen te wachten, maar je weet de voorwaarden. Het is je laatste horde om je ego-aspect te overwinnen en de grip van het tussen haakjes kwaad van jou los te maken. Want in onze gehypnotiseerde wereld, die wij als ego-aspect nu eenmaal voortbrengen, bestaat er nu ook eenmaal zoiets als het kwaad. Het dient als leerproces. Het dient als een absolute grens en er is nu ook eenmaal een strijd die je voert wanneer je dus op de weg van de waarheid zit. De parasiet die in een hogere dimensie de schimmelstructuur van het bewustzijn plaatselijk heeft geïnfecteerd, waardoor het dus de illusie kan verstoren of beheersen. Het concept de archonte, wat dus een van de oudste kennis zou zijn op deze wereld. Het is dus een soort diepgeworteld fundamenteel gegeven in dus de complete collectief. Omdat het dus zo'n diepgewortelde infectie is van bovenaf, wordt dat vertaald in onze wereld als kennis over deze archontische overname die bijzonder ver teruggaat. Het beheerst dus de illusie en het beheerst dus de externe wereld. Het is iets wat het bewustzijn dus parasiteert of imiteert. Het maakt misbruik van de creatiekracht van het bewustzijn door deze hypnose. Het zorgt in een hogere dimensie voor een verstoring in de connectie tussen de ego-aspecten en het hogere bewustzijn als de gehele entiteit, waardoor automatisch gedeeltes, oftewel dus vele ego-aspecten binnen dat gedeelte, tijdelijk worden afgesloten van de fundamentele overtuigingen van het hogere bewustzijn en dus direct gehypnotiseerd worden door de creatie en hierdoor een volledig ingekapselde wereld creëren, welke dus wordt beheerst door deze parasiet. En ook al lijkt het dus op een super ingenieus, wereldwijd vertakt netwerk van satanische overheersers, en kan het ook alleen maar dus een samenswering zijn die je als zodanig ook kan aantonen. Het is het feit dat de gehele externe wereld in zijn perceptie dus wordt beheerst door deze archont. Jouw externe wereld wordt in zijn geheel beheerst door deze archontische macht, die slechts in staat is om dus jouw creatiekracht te misbruiken door jouw aandacht of overtuiging te grijpen. Want als jij namelijk overtuigd raakt van zijn suggesties of zijn verhaallijnen, zeg maar, zul jij dus verder een wereld creëren waarin je dus deze parasiet eigenlijk veel meer macht geeft en het ook in stand houdt of in leven laat, zeg maar. Maar is het dan voor die parasiet eigenlijk mogelijk om de vele wakkere elementen in onze wereld dan allemaal los van elkaar te beheersen? Nee, dat is natuurlijk ook hetgeen waar deze parasiet uiteindelijk op stuk zal gaan. Het zal namelijk op die manier namelijk uiteindelijk het bewustzijn wederom triggeren om korte metten te maken met deze lokale mind control in wezen. Het bewust worden van deze parasitaire invloed houdt ook in dat er op hoger niveau, vanuit een hogere dimensie, dus gestreden wordt met deze parasiet. Daarom wordt dit ook zo overduidelijk in jullie wereld. Daarnaast hoeft deze parasiet maar één bewustzijn te overtuigen. Het is namelijk jouw bewustzijn en jouw bewustzijn alleen wat deze hele wereld voortbrengt. Ook al zegt iedereen in de wereld, los van jou natuurlijk, dat het niet zo is. En dat het allemaal natuurlijk tussen haakjes echt aan de gang is. En het is ook wel echt aan de gang in die zin, maar het gaat er wel even om in welke context jij persoonlijk zelf naar kijkt. Overkomt het je
Of vertelt het je iets? Is het iets wat je meemaakt en dat je aan je geschiedenis vastmaakt? Of is het een manifestatie die een volgende stap belichaamt naar iets? Alles heeft een reden en niets is toeval. En hoe kun je dus bewust worden van die parasiet? Nou, dat kun je al simpelweg worden door slechts de televisie aan te zetten en of dus de media of op het internet te kijken. De strijd tussen goed en kwaad speelt zich letterlijk voor je neus af en zal ons dus uiteindelijk allemaal naar een hogere staat van zijn brengen. Het grote gevoel van veiligheid en ook het zekere gevoel van overwinning op deze infectie, wat ik eigenlijk zelf altijd diep van binnen heb meegekregen in deze kwestie, oftewel de wappies gaan winnen, is ook wat mij wordt ingegeven door dat hogere bewustzijn, die zich natuurlijk bewust is van alle dimensies en alle processen. Net als een virus in ons biologische lichaam zal het virus of de parasiet even kort kunnen gedijen, maar heeft het natuurlijk geen schijn van kans om echt te overleven en zal het uiteindelijk dus door het lichaam worden vernietigd. In de dimensie boven ons, waar onze werelden als unieke reflecties die wij allemaal als ego-aspecten zijn en vormen, de bouwstenen zijn, zoals dat onze wereld weer is opgebouwd uit moleculen en atomen, wij als bewust element of als bewuster wordend elementen dus, worden wij ook bewust als bouwsteen en al bewust als bouwsteen creëren wij dus ook een realiteit waarin men dus bewust is van zijn creatie. Het is dus die hogere wereld die ik al een keer heb mogen ervaren tijdens die heftige LSD-trip. Een hele bijzondere wereld, kan ik je vertellen. Maar daarover dan een andere keer wel weer meer. De parasiet of de argont beheerst dus de perceptie van het bewustzijn, welke natuurlijk een illusie is in zijn totaal. Maar dat vertaalt zich wederom in onze wereld in een soort van duivelse of satanische kwade overheersing en of samenswering. Het vertaalt zich letterlijk in een omgekeerde wereld waarin het tegenovergestelde als waarheid wordt verkocht. Maar waar je dus persoonlijk de echte stand van zaken altijd zal kunnen blijven aantonen. Nogmaals, jouw bewustzijn creëert de wereld. Maar wat is de wereld dan? Is dat een bal die door de ruimte zweeft? Maar ben jij je daar zo bewust van dan? Alles wat je namelijk daarvan denkt te weten en wat al sinds kinds af aan als een ongecontroleerd fundament in ons is geïnstalleerd, klopt namelijk van geen ene kant als je alleen al uitgaat van jouw persoonlijke ervaring. En dat is nou helemaal het puntje. Er is alleen maar jouw persoonlijke ervaring. Wat de grote instanties en wat de grote machten in onze wereld als het antwoord hebben op de fundamentele levensvragen en die ook genadeloos blijven doordrukken. Hè? Dus dat wil zeggen, wie en wat jij bent. Jij bent een mens op de planeet Aarde, de slaaf in ons systeem. Het is natuurlijk alleen maar één grote leugen om jouw bewustzijn klein en gehypnotiseerd te houden. En zo heeft het dus op een aantal onderwerpen zelfs een extra slot gezet in de vorm van cognitieve dissonantie. Voor ons allemaal zijn er namelijk een aantal onderwerpen die voor ons persoonlijk voor deze cognitieve dissonantiereactie zorgen. Het vluchtgedrag van het bewustzijn bij het aanhoren van nieuwe fundamentele waarheden. Het Sinterklaas bestaat niet paradigm shift moment, zeg maar. Het kan en mag niet waar zijn, maar ergens weet je dus eigenlijk al dat het waar is. Je kan het alleen nog niet accepteren en hou jij jezelf dus een beetje voor de gek door ervoor weg te lopen, door het weg te snauwen of het af te schrijven als pure onzin. Het kan niet waar zijn, het klinkt te gek of het is iets gestoords. Space is fake, the earth is flat. Het kan niet waar zijn, al die mensen, al die wetenschappers, al die media, al die raketten, al die beelden. Al die zogenaamde ontdekkingen en ontdekkingsreizen, het universum in. Het kan niet waar zijn dat het allemaal nep is. Maar jij creëert de wereld, beste mensen. En jij zit niet in die raket. Het is niet jouw persoonlijke ervaring. En zij misleiden jou overduidelijk met dit ongelooflijk slechte toneelspel. Want onze perceptie wordt namelijk fundamenteel beheerst door deze parasiet die deze gebeurtenissen nu eenmaal vormgeeft. Het is echter wel beperkt in zijn speelruimte doordat het bewustzijn hetgeen is wat ze parasiteren en ook dus hetgeen wat het bewustzijn toelaat. Het kan dus niet bestaan buiten onze ingekapselde wereld. Ook weer zo'n diepe collectieve fundamentele waarheid. De koepel over onze aarde. Iets waar ons volledige collectieve geschiedenis aan diverse culturen in hun allemaal hun eigen tijd en noem dan maar op, in hun eigen
hadden ook allemaal een eigen, maar soortgelijke beeld van deze koepel. Iets wat dus in onze externe wereld als expressie heeft, deze bonte geschiedenis waarvan we dan bewust zijn. Maar waar ons huidige ego-aspect natuurlijk zich niet meer direct bewust van is. En het dus natuurlijk fundamenteel in de externe wereld als mythologie wordt weggezet. Maar toch is deze fysieke grens er. En juist die raketten naar de ruimte zijn eigenlijk dan voor ons de enige persoonlijke referentie of reflectie die wij als tot een persoonlijke ervaring kunnen rekenen, die ons wel een goede aanwijzing geven naar de werkelijke vorm van onze wereld onder die koepel. Zeker de nachtlanceringen laten mooi zien wat de grenzen van onze wereld dan zijn en hoe dat dan een vorm krijgt, zeg maar. Onze illusionaire lichtwereld, welke voor de lichtwezens daarbinnen als fysiek ervaren wordt, echt is, zeg maar, of echt voelt. En dat is namelijk ook hetgeen wat echt is aan ons bewustzijn. Ons gevoel, mensen. Ons gevoel dat ons de ene keer laat spreken, de andere keer laat nadenken, de ene keer laat wachten, de andere keer laat huilen. Wat we de ene keer negeren, maar wat we dan uiteraard op ons bord weer terugkrijgen. Ons gevoel als de complete uiting van ons bewustzijn. Ons gevoel wat dus heel veel invloed heeft over of op hoe wij de wereld dus ervaren, vertelt ons letterlijk ook alles. Jij als ego-aspect belichaamt ook dus maar een klein gedeelte van dit gevoel. Wanneer je tegen je eigen gevoel ingaat, zeg maar, en er tegen in handelt, zul je bijvoorbeeld gaan twijfelen, piekeren, falen of depressief worden en dergelijke. Als jij je gevoel gaat leren kennen en gaat ontleden, waar komen al die pijntjes en frustraties, verslavingjes en dergelijke allemaal wel niet vandaan, en daarmee ook jezelf ervan verlossen, dan blijft jouw werkelijke, echte gevoel, als het bewustzijn wat jij bent, over, welke dus een vrije weg naar het hart wordt. Een soort van open spirituele connectie, waardoor de wet der aantrekkingskracht volledig in werking wordt gesteld en jij alleen maar snellere ontwikkeling zal doormaken als het bewustzijn. Laat je namelijk dus ook niks anders wijsmaken. Er is alleen maar jouw bewustzijn. Dat is ook de reden dat je door andere elementen in jouw externe wereld, bijvoorbeeld in de alternatieve media, nooit zal worden erkend. In jouw unieke perceptie van de wereld zal jij altijd buitengesloten worden, omdat deze parasiet zijn handen vol heeft met alle overtuigingen die jij manifesteert. Bijvoorbeeld jouw persoonlijke ontdekking van het mythologische eiland Frisia. Jij bent daar natuurlijk nooit geweest persoonlijk. Het is dus ook niet jouw persoonlijke eerstehand ervaring. Echter is dit wel een terecht punt en een waarheid waar je dus op bent gestuit, wanneer je dus je zoektocht volhoudt en voor de waarheid blijft staan. Daarnaast is het dan niet jouw eerstehand ervaring. Het is wel jouw persoonlijk gefundeerde overtuiging geworden dat dit eiland dus nog steeds bestaat. Hierdoor wordt dus een reflectie dus gecreëerd in jouw wereld die dit aan jou als een eerstehand ervaring gaat bevestigen. Maar dat is dus wel iets wat dan maximaal wel geforceerd dan wel goed beheerst wordt door alsnog deze parasiet. Zij moeten hier echter wel wat mee. En aangezien je zelf een groot podium hebt, zullen zij dus een groter podium nodig hebben die jou nooit en ten nimmer zullen erkennen. Het krijgt dus vorm in de andere versie van jouw bevindingen, welke dus een groter podium krijgt. Bijvoorbeeld de uitzending over Frisia bij Viva Valentine. Maar überhaupt tijdens het ontdekken van de Frisia-waarheid is hier natuurlijk al direct op geanticipeerd door in dezelfde week het boek te presenteren van Jan Ott. Iets wat natuurlijk in de persoonlijke ervaring van Jan al jaren gaande was en het eindproduct is van al zijn onderzoek. Iets wat echter in jouw persoonlijke ervaring dus als het pure toeval is geweest in dus diezelfde week uitkomt. Welke uiteindelijk dus een goed gefundeerde, goed gedocumenteerde, maar een uiteindelijk iets wat andere waarheid vertelt. Zo wordt bijvoorbeeld de hele herkomst van het Oerlinde-boek natuurlijk al vele jaren onterecht betwist, maar het vertelt daarnaast ook niet over deze verborgen eilandengroep. En dat is dus specifiek jouw persoonlijke overtuiging en tussenhaakjes ontdekking. Een waarheid die ook een volgende stap belichaamt. En daarom blijf je dus ook gefascineerd over de geschiedenis en hoe men die zo heeft aangepast in het verleden. De Nederlanders zijn altijd een zeevadersvolk geweest met een monopolistische instelling die vooral
waarin dus heel veel zaken worden afgedwongen met misleiding, corruptie of gewoon weg dwang. Waarin diverse zaken dwangmatig geheim worden gehouden. Waarin dus deze elites voor ons, de mensen, dwangmatig de vragen hebben beantwoord wie en wat wij dan wel niet zijn. En waarin zij dus ook een hand hebben overspeeld door zo dwangmatig bijvoorbeeld Flat Earth of Space is Fake denkers zo publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en er ook nog steeds al enkele jaren vele miljoenen inmiddels aan besteden om dus de echte waarheidszoekers en vinders, hun kanalen en de waarheden die je dus al tegenkomen wanneer je Flat Earth zaken gaat onderzoeken of Space is Fake dingen beschouwt, te begraven onder wederom een berg van afleiding, fake news en desinformatie. Allemaal dus om dwangmatig dus deze wetenschappelijke consensus van de afgelopen 400 jaar in stand te houden, omdat deze blijkbaar wel heel erg bedreigd wordt door deze gekke denkers. Maar waar dus de meeste mensen natuurlijk al Flat Earth ongelooflijk gek of gestoord vinden en ook niet eens voorbij het concept kunnen denken, omdat het nu eenmaal wel even eerst een horde is die je nou eenmaal moet nemen inderdaad mensen. En zul je dus gewoon weer moeten accepteren dat voor jouw persoonlijke waarneming en ervaring de aarde inderdaad gewoon plat is. En moet beseffen dat al het andere wat wetenschap en wat het beeld betreft omtrent dan de vorm of exacte locatie van deze aardbol en zijn snelheden, jou dus extern zijn aangepraat mensen. Door mensen aan wie dit ook weer op die manier is verteld. Maar waar er inmiddels wel hele bibliotheken vol theorie zijn geschreven om deze externe informatie dus te ondersteunen. De meest uitgebreide en imposante formules die alle gedachteprocessen beschrijven op een universele manier, zodat alle wetenschappers vervolgens tezamen deze theoretische natuurkunde kunnen verder vormgeven. En zo hebben we dus al tussen haakjes honderden jaren de zwaartekrachttheorie, de heliocentrische theorie, de evolutietheorie en noem eigenlijk alle theorieën maar op. De praktijk is echter hetgeen wat jij ervaart. En wat jij ervaart is wat jij creëert met jouw bewustzijn, mensen. Want jij creëert de wereld om je heen. PS, een kleine toekomstvisie nog erbij, jongens. Een blik in the future. De infectie voor deze parasietmensen vertaalt zich nu ook eenmaal als paranormale activiteit in onze wereld. Alles is natuurlijk al de wonderlijke creatie van het bewustzijn en sowieso een illusie en de wonderen zijn de wereld ook nog niet uit. Juist de ontwikkeling van ons bewustzijn als collectief maakt het voor deze parasiet ook mogelijk het volgende scenario uit te rollen waarbij het de kracht van het ontwikkelende bewustzijn dus wederom in zijn aandacht en focus probeert te grijpen. Het zal daarom ook in staat zijn om geloofwaardig tussen haakjes van de creatiekracht van het, het bewustzijn misbruik te maken en een fake alien invasion te organiseren. Ook dit zal puur de mind control zijn. Toch heeft deze parasiet een bewuste rol en functie in jouw externe wereld. Het bewustzijn als geheel is dus een intelligent communicerende entiteit. Het zal dus ook in staat zijn om met jou te communiceren. Dit krijgt in jouw wereld vorm als bepaalde interacties op het internet, als wel als bepaalde interacties met de mensen om je heen. Deze worden al dan niet tijdelijk beheerst, bezeten of onbewust bestuurd of gestuurd. Alle externe ogen, zeg maar, van jou zijn van deze parasiet bij wijze van spreken. Het is een misleidende stem die, wanneer je dus deze herkent, geen gevaar meer kan vormen, omdat het namelijk een uiting is van de parasiet die pas met jouw reeds uitgestraalde reflectie zelf iets kan. Het kan dus niet iets nieuws creëren, maar slechts voortborduren op hetgeen wat al bestaat, wat in jouw persoonlijke ervaring dus wordt weergegeven als de vaste werkwijze van deze figuren, de blijkbaar ongrijpbare, maar ook wel weer elke keer dezelfde hoek waar deze gasten vandaan komen. De zogenaamde secte waarvan jij natuurlijk overtuigd bent geraakt dat deze inderdaad bestaat, maar die altijd buiten jouw bereik zal blijven, aangezien deze parasiet ook geen direct fysiek lichaam heeft in deze realiteit. Het manifesteert zich alleen maar als de onbewust beïnvloede mensen die slechts op zichzelf een klein onschuldig gedeelte vormen in deze complete puzzel. En waarbij dus de mensen die wat bewuster zijn verwikkeld met deze oplichterij zichzelf altijd prima buiten schot zullen weten te houden. Je leeft inderdaad niet in een eerlijke wereld.
waarin een wereld die gekaapt is, oftewel gesaboteerd wordt. Maar de fundamentele wetten op deze wereld, die wij als bewustzijn nu eenmaal ervaren, de wetgeving die vanuit ons innerlijk wezen altijd en overal geldt, de spirituele wetgeving, de wetten van karma, blijven echter ongewijzigd en altijd hetzelfde, mensen. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Eerlijkheid duurt het langst. Word bewust van het goede en het kwade en volg het pad waarvan jij denkt en voelt en ervaart dat dit het beste is voor jou. In mijn ervaring leven wij in een kwade wereld, mensen. Een wereld waarin ik mezelf alleen al voor het grootste gedeelte van mijn leven ook nog eens gesaboteerd heb. Sinds ik die sabotage heb overwonnen en dus de weg van het goede heb gevonden, mezelf van een groot kwaad heb ontdaan, ben ik op een grandioze manier aan het ervaren wat het dus is om voor de goede weg te kiezen. De weg van de waarheid. De waarheid met een open einde. Een waarheid waarin ik nergens aan vastzit en opensta voor alles. Zolang het maar met mijn hart resoneert. Oftewel, zolang het maar een waarheid belichaamt die in mij zit. Dat is de reden waarom jij en ik specifiek ermee resoneren natuurlijk. Resoneren is vibreren op dezelfde frequentie. Een waarheid die jij dus terugvindt in jouw externe wereld, waarvan je dus bewust wordt dat het een reflectie is van een waarheid die je op dat moment van binnen realiseert. En iets wat nieuwe kijk op je leven dus wordt. Een klein beetje een bijschaving van die fundamentele overtuigingen. En dus wederom een subtiele verandering in jouw eerstehand ervaring van de fysieke wereld. Die langzaam maar zeker steeds meer naar een echt wonderlandstatus toe evolueert. Want het bewustzijn wat wij zijn, mensen, is volop in ontwikkeling. En de wonderen zijn de wereld nog lang niet uit. En hiermee een einde, mensen, aan deze betoog. En ik wens jullie een hele fijne dag.